Thank you.
Nacht op de Kaleberg van Modest Mussorgsky. En meteen na afloop mochten Arjan Woudenberg, eerste klarinetist, en Ingrid Geerlings, eerste fluitiste, opstaan van Marco Stens. Als dankje voor hun prachtige soli die ze speelden in dit stuk, dat oorspronkelijk de avond voor Sint-Jan op de Kaleberg heette. Sint-Jan, dat is het feest van de zonnewende in de zomer en de nacht daarvoor. Dan dansen de heksen tijdens de Sabbat. In ieder geval in het verhaal van Nikolai Gogol en dat was de inspiratie voor Modest Mussorgsky. Dan is er nu een groot changement op het podium. Zometeen komt ook het Groot Omroepkoor op. En dan gaan we zometeen luisteren naar de wereldpremière van Atlantis van Robin de Raaf. Oratorium in opdracht gemaakt van Avrotros Vrijdagconcert en het Fonds Podiumkunsten. Met als soliste zometeen Marisol Montalvo, sopraan. En Mark Stone, bariton. En daarnaast dus het Radio Viel en het Groot Omroepkoor. Atlantis is grotendeels ontleend aan het gelijknamige gedicht van de Amerikaan Hart Crane. En dat was een dichter die Robin de Raaf had leren kennen naar aanleiding van een stuk van een andere Nederlandse componist, namelijk Tristan Keuris. Zijn Brooklyn Bridge was namelijk gebaseerd op het eerste gedicht uit een bundel van Hart Crane. Die cyclus heette ook The Bridge. En het laatste gedicht uit die serie, dat ging over Atlantis, het eiland, het verzonken eiland. En die tekst van Hart Crane die nam Robin de Raaf dus over. Daarnaast gebruikte hij ook teksten van Plato over het geheimzinnige eiland. Dat een paradijs op aarde geweest zou zijn, maar uiteindelijk door de golven werd verzwolgen. Dat gedicht van Crane is vrij lastig te doorgronden. Ik hoop daar in de pauze nog even met Robin de Raaf over te praten. Maar het is wel vrij optimistisch van toon. De setting van Raaf is veel duisterder. Het laatste fragment van het werk gaat ook over, daar komen mensen aan het woord, overlevenden van watersnoodrampen. Dat heeft Robin de Raaf zelf eraan toegevoegd. Daarnaast staat het eiland Atlantis ook nog symbool voor een eiland, ja, een geïsoleerd eiland, weg van de rest van de grote onderstroom. En in dat opzicht is het ook te zien als een hommage aan het steeds verder verdwijnende modernisme. En niet voor niets heeft Robin de Raaf dit stuk ook opgedragen in memoriam. Pierre Boulez, de grote meester van het modernisme die ons afgelopen jaar ontvallen is. Dat Atlantis, dat lag, men weet natuurlijk niet waar het lag, maar volgens Plato lag het bij de zuilen van Hercules. En die zuilen van Hercules die bevonden zich bij wat tegenwoordig de straat van Gibraltar heet. En het aardige is dat in de opstelling van het orkest er ook rekening mee gehouden is. De harpen, die normaal gesproken achter de strijkers zitten in het orkest, die zijn nu, we hoorden het ook al in de reportage van Thea Dex, pontificaal naar voren gezet. Dus ze zitten aan de voorkant, links en rechts op het podium, letterlijk inderdaad als harpen of als zuilen van Hercules. Dus dat geeft een mooi beeldje. Voor alle volledigheid, er is vanavond ook een webcast. U kunt het beeld ook zien op radio4.nl. U kunt ook meelezen met de tekst van het oratorium op dezelfde pagina van Radio 4. Even naar beneden scrollen, ziet u het concertoverzicht. Daar vindt u het concert van de dag. Als u daar op klikt, vindt u een link naar de programmateksten. Waar dus dan ook nog die gecompliceerde tekst van Hart Crane in, natuurlijk ook in vertaling te zien is. Nou, het podium is inmiddels echt helemaal vol. Het is prachtig mooi plaatje. Er is ook geen ruimte meer in de zaal. In de grote zaal beneden. Normaal gesproken zijn er altijd nog een aantal rijen. Het podium is zo ontzettend groot dat die ruimte helemaal opgenomen of opgeslokt is door het orkest. Daarachter het Groot Omroepkoor. 60 man sterk. En daar komen de solisten op. Marisol Montalvo, sopraan. En Mark Stone, bariton. En we krijgen zometeen Atlantis in memoriam Pierre Boulez. Het oratorium van Robin de Raaf hier in het openingsconcert van het Avrotros Vrijdagconcert.